Dit is Radio Hallo. Inderdaad, hallo. En dan nu een reportage van onze vliegende reporter Mark Vertongen. Vorige week op de Blinde Vinkenworp in Zoetekapelle. Waar de... Al die zever. Hij zegt pa, dat is Mark. Ah ja? Wil dat hem dan eens een deftig programma maakt? Dus ja, je hebt gelijk, Oscar. Maar ja, wat wilde als ze zo'n snotneus achter de micro zitten? Oh. Ze zouden beter eens een mens met ervaring een programma moeten laten maken. Allee, een mens gelijk ik, hè? Mark, die gaat dan nog heel ver schoppen bij de radio. Oh, ja. Mark, je kan nog ver geschopt worden, ja. Oh. Hier, ze, Jan van Rompuy junior. Bieke, ik heb geweldig nieuws. Ah ja? Ja, die zendtijd op de radio die je zo graag wou, hè? Die is vrijgekomen. Oh, eindelijk. Goh. Mark, je bent een schat, hè? Bieke, pas op, je verdicht me bijna. Kan ik helpen? Oscar. En dat voor zo'n stom programma op de radio. Zeg, wat voor programma gaat het worden, Bieke? Een lifestyle-programma. Een gids voor de jonge mens van vandaag. Nou, jongske, toch. Wie kan dat nu iets schelen? Daar zou je nog van verschieten. Oh. Zeg, maar moet ik dan niet met Boma gaan praten? Want dat is toch de grote baas van Radio Hallo. Maar dat is niet nodig, Bieke. Als verantwoordelijke voor de programmatie beslis ik wie er in de eter komt en jij krijgt van mij die zendtijd. Ja, ja, maar dat is nog niet zo slecht om eens met Boma te klappen. Ik zal ik wel eens bellen. Maar nee, je hebt toch gehoord wat hij zegt? Alles komt in orde. Ja, en als hij dat zegt, dan zal dat wel zo zijn, zeker, hè? Ja, want ik geloof in mijn Mark. Oh, Mark. Oh, jeer. En meneer Boma, gaat het al wat beter met je stijven, ik? Oh, dat doe goed. Ja, nu dat je toch even tijd hebt, zou ik u eens iets mogen vragen? Oh, al wat je maar wilt. Het schijnt, hè, dat er zendtijd vrijkomt bij Radio Hallo. Ja. Zou ik die kunnen krijgen voor mijn programma? Jij programma? Ja, je weet dat de mensen mij altijd om raad vragen, hè? En via de radio zouden er meer mensen van mijn talenten kunnen profiteren, hè? En hoe moet dat programma dan eten? Carmens Intieme Wensenbureau. Oh, dat is dus grote titel. Oh, merci, meneer Boma. Oh, excuseer, dat was van pure emotie. Atje. Het doet geen pijn meer. Hoe is dat nu mogelijk? Zou ik nog eens iets mogen vragen, meneer Boma? Profiteer ervan, na zo'n behandeling mag alles. Zou ik voor een dagje uw bandopnemerke mogen lenen? Ben ik daarvoor? Ja. Wat gaat je daarmee doen? Beroepsgeheim. Allee, het is goed. Pak mee. Oh, merci, meneer Boma. Kom hier. Ik heb het weer zitten bij gedacht. Doodje. Hm? Wat is dat hier, die 14.000 frank? Dat is wat je tekort hebt. En waarom staat hier een nul? Dat is wat je over hebt. Hoe kan dat nu, Doodje? Moet die 14.000 frank niet in dat andere vakje staan in de plaats van die nul hier? Nee, Dimitri, jij moet ervoor zorgen dat je wat meer klanten binnenkrijgt. Ja, kan ze toch moeilijk binnensleuren, hè, zeg? Je kunt toch ook reclame maken? Dat doet toch iedereen? Dan moet ik dat betalen? Van de nul die ik toch te goed heb. Lap, daar heb je weer. En die kan dat wel betalen. Hè. Alle mensen die met een wagen van Roost rijden, zijn tevreden mensen. Van Roost. Van Roost. Nee, zo moet je dat doen. Wat hè? Ja, als jij ook reclame zou maken, dan zou er hier veel meer volk over de vloer komen. En dan kan ik op de radio geraken. Ja, je kunt natuurlijk geen reclame betalen. Maar als jij nu een radioprogramma zou hebben over auto's of zo, hè, dat kost u natuurlijk niks. Oh. Dat is nu spijtig dat Bieke al een programma heeft, anders had jij die zendtijd misschien kunnen krijgen. Heeft Bieke zendtijd gekregen? Ja, Mark heeft dat aan haar beloofd. Ik moet die hebben. Ja, dat kan niet, hè. Bieke heeft hem al. Ja, ik kan toch een plaats innemen? Wat kun je nu doen, hè, Dimitri? Ja, maar Doodje, de zakenwereld, dat is een jungle, dat telt alleen de wet van de sterkste. Jij blijft van die zendtijd van Bieke af, hè. Ik kan een keer mijn goede vriend Boma gaan klappen. Bedankt voor de raadgevingen, Doodje. Dimitri! Ik kom direct met de koekjes, hè. Ja, ja. Ja, ja, Carmen. Ja, ze zitten heel erg op de schoenen. Dat is mijn voorstel. Misschien begin van een radiocarrière. Ah, ja.
Hier zijn lekkere koekjes. Oh, Carmen, dat vind ik nu een goed gedacht. Zie, iedere week bij iemand anders op de koffie. Ja, wij vrouwen, wij hebben dat nodig. Hè. Oh. Is goed kunnen praten zonder dat die mannen erbij zijn. Ja. Oh, Carmen, je zegt het, wat ik soms allemaal meemaak met Oscar. Ja. Ja, en Pico, Pico, dat is anders ook geen lammetjes, hè. Oh, Oscar, hè. Die slaapt al voordat ik in bed lig. En die wordt pas wakker als hem de koffie ruikt. En heb je al eens geprobeerd van de koffie aan zijn bed te brengen? Ja, Carmen, dat heb ik al gedaan, ja. En? Ja, wat denkt u? Heeft zijn tas omgestoten. Meneer was direct 2 weken werkonbekwaam. Oh. En Doortje, hoe staat het bij u? Oh, op dat gebied gaat dat nog allemaal. Je kunt met Pico nergens komen. Hè. Dat is zo'n asociale kwiet. Hoe bedoelde? Och. Weet je, ofwel zit hem in een hoekje met zo'n gezicht, ofwel kan hem niet van de vrouwen blijven. Arm schaap. Zie, Carmen. En heb jij nooit geen last met je Xavier? Nee, die is getemd, hè, zoals het moet. Oh, ik heb soms toch de indruk dat hij niet altijd doet wat jij zegt. Dat is psychologie. Je moet ze af en toe de indruk geven dat ze iets te zeggen hebben, hè. Carmen, ik wou dat ik wist hoe dat jij dat deed. Ah, wel, Doortje, binnenkort zullen al uw wensen in vervulling gaan. Allee, pak nog een koekje. Allee, vooruit. Tante Carmen luistert. Ja, Bieke, dat is dus de microfoon. Ja. En als dat rood lichtje brandt, dan zit je op uitzending. Ja. Dus... voilà. En hier regelt het volume. Zo en zo. Ja. Goh, Mark. Mijn eigen programma. En dat allemaal dankzij u. Ja. Kom hier, jij. Pieke, dat kribbelt. En dat plaatje is bijna afgelopen. En dat, hè? Kribbelt dat ook? Ja, nu, Pieke. Dat wel, Vertongen. Ze hebben nu al seksuele voorlichting aan het geven op de radio. Je zou beter goede liedjes draaien. Oh, man. Meneer Boma, ik laat Bieke naar toekomstige werkruimte zien. Wat? Tof, hè? Over 2 weken begin ik hier met mijn programma. Ja, dat zie je van hier. Hier is er maar één die een programma krijgt. En dat ben ik. En meneer Boma? Ja, maar Mark, die had mij beloofd dat ik... Ik ben hier toch altijd de baas. Ja, en ik heb dat gekregen. Jij? Ja, ik ja. Nou ja, maar dat kan niet. Ja, je kunt niet alles hebben in het leven, hè, Bieke. Een knappe vrijer, een eigen programma. Ze stikt, hè. Wat mankeert hij nu? Pas op, Pennen. Amai, ze, hè. Wat? Dat plaatje is afgelopen. Oh, ja. Mark! Kijk, maar hoe was het dat spel hier? Ja, zeg, dat is mijn job niet, hè. Dat is voor de techniek. Wel ja, dan zal ik het hier weer zelf moeten doen, hè. Smallen is weer aan het prutsen. Ze zouden beter wat interessante programma's maken. Iets waar de mensen nog iets aan hebben. Ah, wel ja, over voetbal en zo. Je zegt er zo wel eens iets, een programma over voetbal. Maar ja. Maar dan met een deskundige uitleg, hè. Ja, natuurlijk. Ja. Zeker. Zou dat niks voor u zijn, Oscar? Hé, als er hier iemand is die iets over voetbal af weet, dan is het Oscar toch wel. Nee, maar jij zou dat heel goed kunnen. Ja. Ja, ik zou dat kunnen, ja. Jij? Laat me niet lachen, hè, Oscar. Wacht liever op dat programma van ons Bieke. Huh? Dat wordt interessante radio. Huh? Bieke, ik kan daar toch niks aan doen. Je had hem mij beloofd en daarmee basta. Ja, en meneer Boma is een baas. Bieke, wat is hier aan dan? Kom. Ja. Carmen heeft mijn zendtijd ingepikt. Oh. Ons Carmenneke? Hm. Wat gaat hij dan doen op de radio? Het griezelurkje? Ja. Dat weet ik niet en dat interesseert mij ook niet. Ik zal er maar achterna gaan, zeker? Ja, hij komt. Dat gaat niet door, hè. Ik zal wel eens met Balthazar klappen.
Ga maar zitten. Hallo, Boba Vleesindustrie. Ja, Balthazar, Pascal hier. Ja, Pascalke. Wat goed nieuws? Geen goed nieuws. Balthazar, jij hebt mij diep teleurgesteld. U diep teleurgesteld? Jij geeft zomaar ons bieken een radioprogramma aan dat stukje kuisvrouw van u af. Oh, Pascalke, daar moet je nu toch zo zwaar niet oppakken. Mijn dochter haar enige kans op een radiocarrière zomaar afpakken. Ah. Luister, Pascalke, als het zo'n probleem is, hè, dan geef ik het programma aan geen een van de twee. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Want daar heeft ons bieken ook niks aan. Balthazar, ik vind wat dat jij doet beneden alle pijl. En Oscar ook. Oscar. Wat? Ik. Zeg jij nu ook maar eens wat je ervan denkt. Wat moet ik doen? Verhaal. Ja, maar... Hallo, voorzitter. Ja, Oscar, jij gaat toch ook niet op bij de kop zeuren rond dat programma van uw dochter, hè? Nee, maar... als je dat dan toch niet aan ons bieken geeft, hè? Ik ben ook kandidaat. Gij? Ja. Maar ja, zo'n programma over voetbal, dat zou toch goed zijn voor de club? En Xavier en Pico, die zeggen dat ik dat heel goed zou kunnen. Hé, mannen? Oscar? Ja? Jij bent serieus, hè? Ja, natuurlijk. Dat is toch een goed idee? Ben gedacht! Voilà. Hij is van hetzelfde gedacht. Waarom moest jij mij zo dringend spreken? Jij wilt toch ook geen programma op de radio, zeker? Hoe weet je dat? Heb je al een keer? Ik ben niet voor de chocolaat. Ze zijn met mijn liqueur. Dus jij wilt echt een programma maken? Ja, ik zou graag iets maken over de praktijkgerichte en psychologische aanpak dus van de auto. Maar denk je dat iedereen zomaar een programma kan maken? De DDT-kluis is bereid er iets tegenover te stellen, hè? Dat zal wat zijn. Ja, ja. En gratis onderhoud voor uw auto. En dus niet voor één keer, maar voor twee keer. voor altijd. Voor altijd? Ja. En nog een pralineke? Ja. Ik denk, u zegt dat ik de goede radiopresentator zou kunnen zijn. Okay. Aha, ja. Van de best, Oscar. Ja. Jan Wouters is er niks bij. Wieken en Carmen vallen toch al af, dus. Oh ja, jij blijft alleen over. Wat? Jij blijft alleen over voor wat? Wel voor dat radioprogramma, hè. Jij? Met een eigen pa, die gaat mijn radioprogramma afpakken. Ja, maar Wieken, jij hebt dat programma toch niet? En de bal wil het niet aan u geven en ook niet aan Carmen, dus... Wie wil wat niet geven aan Carmen? Boma, dat radioprogramma. Oh, nee, zeker. Dat zullen we dan nog wel eens zien, hè. Ja. Nee. Oscar is ermee weg. Wat? Gij onderkruiper. Ja, maar Carmen, dat is toch mijn schuld niet, zeg? Meneer Boma heeft die zendtijd aan mij beloofd en daarmee basta. Ja. Toch deze nog aan voor DDT. Zeg, meneer Boma, is dat waar dat jij mijn programma aan die mislukte Ademos hebt gegeven? Goed idee, voorzitter. Ah, wel, hè. Ik vind dat niet schoon dat jij mijn programma, hè, zomaar aan onze baan. Ja, nee, natuurlijk niet, want je doet het ook. Leg een keer uit wat er scheelt. Ik kom hier binnen en dan schuif ik dat zelf. Heren, tegelijk, alstublieft. Oscar. Oh, maar ja, Carmen wil niet geloven dat je dat programma aan mij hebt gegeven. Oh, nee, excuseer, dat radioprogramma, dat is van mij. Wat? Nee. Balthazar. Dat jij, als voorzitter van de kampioenen, zo'n bezwijk voor de vijand, hè? Maar dat versta ik niet. Ja, voilà. Nu ziet je waar u dat brengt, hè, die vriendjespolitiek. Meneer Boma, je moet dat telefoon houden en daarmee... Stop! Als het zo'n probleem is, dan ken ik maar één oplossing. En dat is de wedstrijd. We krijgen allemaal 2 minuten zendtijd en de beste zal winnen. Maar dat is niet eerlijk. Ik heb dat programma toch al gekregen? Ja, en waarom zou jij wat meer zijn, Dimitrieke? Omdat Boma en ik afgesproken hebben onder collega's. Ja, akkoord, Dimitri, maar onder druk van de omstandigheden moet ik die afspraak annuleren. Ja, zeg, dan gaat hij de tournee generaal niet door, hè? Ja. Dat zal niet meer gaan, Dimitrieke. Voor ik in bed lig. En die wordt pas wakker als hem de koffie raakt. Oh, mei, dat zou je ook niet zeggen van onze trainer. Op het veld is het zo'n evige. Ja, en u hebt er nog niet alles gehoord, hè? Oh. Goed, die wil gegarandeerd als ik koppijn heb. En als ik geen koppijn heb, dan kunt u er zeker van zijn dat hij geen goesting heeft. Wat is dat allemaal? Ja, studiemateriaal voor mijn programma.
als ik daarmee afkom, hè, dan win ik zeker. Ja, maar gaan die niet kwaad zijn dat jij dat zomaar gaat uitzenden? Nou, goede radiomaker moet durven shockeren. Ja. Zie, weten die dat jij dat gaat gebruiken? Ja, natuurlijk. Oh. Allee, tenminste als ze hun verstand gebruiken. Hè. Zeg eens, heb je iets over Boma? Oh, manneke. Een heel bandje vol. Een voetbalveld is verdeeld in twee gelijke helften. Met in het midden de middenlijn. Interessant, zeg. Een match is verdeeld in twee gelijke helften van 45 minuten met in het midden de rust. Maar allee, pa, ze gaan u uitlachen met uw opstelletje. Bea, alsjeblieft, laat mij gerust. Ik ben aan het werken. Hè. Als jij daarmee denkt te winnen... En jij dan met uw lifestyle? Er zal veel volk naar luisteren. Ze zullen er in elk geval meer van leren dan van uw stomme theorie. Ah, je bent er. Kom, dan gaan we meteen naar boven, ja, hè. En wat ga jij boven doen? Wat oefenen op mijn lifestyle, hè, pa? Bea! Dus, een voetbalveld heeft twee identieke goals. Eén aan elke kant, met in het midden het veld. Beste luisteraars, dit is les 1. Hoe vervang ik een oliefilter? Als je een oliefilter wilt laten vervangen, kun je dat best laten doen bij DDT OK Cars. Ah, mag ik nu een applaus voor mijn assistente Doortje? Dank u. Ze zal u nu een oliefilter laten zien. Hm? Hier, Doortje. Hou vast. Wat zijn jullie aan het doen? Mijn programma aan het inoefenen. Dit is dus de oliefilter. Oh. Ja. Als je kunt zien, moet je opletten met een oliefilter. Want meestal zit er nog een beetje olie in. Dimitri, het is een radioprogramma, dat is geen een tv. De mensen zien dat niet. Was, ja. Zit hier nu. Ja. Ekkers hier. Ja. Voor een veilige, probleemloze vervanging van uw autofilter, slechts één adres, DDT OK Cars. Dit was Dimitri de Tremery, uw gastheer voor vanavond. Graag tot een volgende les. Jo. Ja. Dag, schotel. Ja. Ja, maak de koffie maar goed, straf, Oscar. Pardon? Ja, Oscar wordt alleen maar wakker als hem koffie ruikt. Hé, Oscar. Maar sinds Oscar straffe koffie over zijn schoot heeft gehad, is maar slappe koffie in bed. Hé, Oscar. Wat is Pico? Bloemetjes meegebracht? Oh, ja, ons Doortje heeft dat graag. Ik kon geen aspirine vinden. Pardon? Als ik geen kop in heb, kun je er zeker van zijn dat Pico geen goesting heeft. Of zij er weer van de meisjes niet kunnen afblijven. Ja, kom, is het gedaan. Ja, zeg, flauwe plezante. Zeg, dat was maar om te lachen, hè. Oh. Wie heeft u al die zeven wijs gemaakt? Ah, raad eens. Ons Doortje zou zoiets nooit vertellen. Nee. Ja, en ons Pascal zeker niet. Nee. Maar Carmen heeft ze wel alle twee op band en die gaat dat gebruiken voor haar uitzending. Geblieft, over mij lijken. Xavier, jij moet ervoor zorgen dat dat niet doorgaat. Ja, maar ik tegen Carmen... Niks van, hè. Of je hebt hier uw laatste dag schotel gedronken. Oh, zeg, dat meende niet, hè. Wedden. Hallo, is er iemand? Amai, zeg. Oh, oh, schoonmateriaal, hè. Hm? Dat is de pick-up. De bandopnemer. De micro. Kijk, ja, dat is de mengtafel. Tja, voor wat die dat knopje is? Ah, de verlichting.
Hallo? Hallo? Hallo, hoort je mij? Dimitri? Je moest iets weten wat ik zie. Maar goed dat ik hier alleen ben. Ja! Je zou er beter af blijven. Je moet niet stoppen met die zeven, zeg. Waar zit je? Vaarwel. En vergeet niet, bij DDT-cars vind je de beste koopjes aan de laagste prijzen. Dat heb je niet dus genoeg geweest, zeg. Oscar. Ja. Voelde jij je wel goed? Dimitri is hier ergens verstopt en is met mijn voeten aan het spelen. Hè. Je hebt er weer aan de Genever gezeten. Maar nee. Jij gelooft mij niet eens, zeg. Jawel. Jawel, jawel. Mijn klein groot trainerke. Maar ga nu maar even op je bed liggen. Nee, Pascal, Dimitri. Die... Ja, die moet jij nu gauw vergeten. Ja. Oscar, naar je bed. Ja. Oscar. Lieve tante Carmen, vind jij ook dat seks voor het huwelijk moet kunnen? Ja, als je de pastoor maar niet te lang laat wachten. Moest Carmen dat horen? Xavier. Dag, zoeteke. Jij zorgt voor het avondeten, hè? Want ik moet mijn programma nog een laatste keer overlopen. Hoe zou je dat nu nog wel doen? Wat is dat nu voor een vraag? Of wilde jij dat ik mij misschien belachelijk maak in gans den eter? Nee, nee, maar je moet u op dat soort zaken ook niet te veel voorbereiden. Dat maakt u alleen maar zenuwachtig. Hè, Pico? Ja, ja, je moet een beetje spontaan blijven, Carmen. Maakt u daar maar geen zorgen over. Zeg, waar is mijn bandopnemerke? Uw dictafoontje? Ja. Ah, op tafel, hè? Nee, dat ligt niet op tafel. Oh, daar straks toch wel, hè, Pico? Ja, ja, daar op tafel. Wat is zeg? Maar... Xavierke? Ja? Jij weet waar dat is, hè? Een heel klein beetje. Goed, ik luister. Ik weet het niet precies, maar... Nee, roken heeft het begraven in een tuin. Prachtig. Hij bedoelt in onze prachtige tuin. Goed, dan is er maar één oplossing, hè? Ja. Hé, hey, dat was op nippertjes. Hey, goed gevonden van onze Nero. Ja, ik heb toch op niet in de tuin. Ierse, en je komt niet terug binnen voordat je het gevonden hebt, hè. En avant. Ja, ze zitten hier. Ja. Carmen, Carmen, hier, teruggevonden. Nero, ik heb het al. Ja, en dit is dan het grote moment, beste luisteraars en aanwezigen hier in een bomvol café De Kampioen. Het moment van de waarheid met naast mij de voorzitter van de jury, Balthazar Boma. Tevens de hoofdsponsor van uw radio. Hallo. En fabrikant van de enige, de echte Boma was. De kandidaten voor deze wedstrijd zijn... Krukke Oscar. Ja!
Waterslagers, Carmen. Bieke Krukke. En, even kijken, de Trimmery Dimitri. Oké. Dank je, Doortje. Als eerste, met het voetbalkwartiertje, Krukke, Oscar. Moet ik als eerste? Ik moet toch niet de eerste? Ah ja, de eerste zullen de beste zijn, hè, Oscar. Ja, op u na, hè, Sjoeke. Ja, en het woord is aan Oscar Krukke. Ja. Succes, Oscar. Ja. Toch, succes. Ja. Moet ik hier gaan zitten? Ja, kom. Ja. Mijn papieren, ik moet mijn papieren hebben. Ben ik al op antenne? Ik moet mijn papieren hebben. Pico, mijn papieren. Zonder. Goedenavond, beste kijkers. Luisteraars. We gaan het vanavond hebben over de voetbal. De voetbal is rond. Met in het midden... lucht. Oh. Ja, ik moet even kleren hebben. Ik lukke. Je kunt toch niet doen. Ja. We gaan over naar de volgende kandidaat. Kandidaten, graag uw warm applaus voor Waterslagers Carmen. Mag ik beginnen? Beste luisteraars, dit is het programma Carmens Intieme Wensenbureau. In dit programma kunt je met al uw problemen terecht bij tante Carmen. En je moet u nergens voor schamen, want het kan niet intiem genoeg zijn. Ons eerste probleem... Ja, hier. Ik heb ze teruggevonden. Ik heb mijn papieren teruggevonden. Ik mag nog eens proberen, hè. Jij hebt uw kans gehad, hè, Brutser. Nee. Parfait, je moet mij tweede kans geven. Ja, nee, durf niet, hè, manneke. Meneer Boma. Zeg. Adair, sorry, Oscar. Elk krijgt één beurt, hè. Ja, maar... Ja, zeg. Geef de micro terug. Allee. Dus, zoals ik al kwam te zeggen, ons eerste probleem toont aan dat het lot van de vrouw in het hedendaags gezin ook van alles te wensen overlaat. Gevoelige luisteraars doen nu beter hun oren dicht. Het probleem van DC, een 30-jarige secretaresse. Mijn man doet een afwas met tegenzin in plaats van met afwasmiddel. Help mij alsjeblieft. Ja, excuseer, dat was een technische storing. Een ander persoon die anoniem wil blijven en die we PC zullen noemen, zit met de volgende prangende vraag. Zijn zebras wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen? Graag uw applaus voor Carmen Waterslagers. En dan nu de enige, de echte, de onovertroffen Bieke Krukke. Ja, Bieke, dat is een microfoon. Ja. En je weet het, rustig praten, niks falseren. Ja, ik weet het. U vooral niet zenuwachtig maken, jij bent de beste. Hè? Ja. Okay. Mag ik nu beginnen? Ja, begin maar. Oké. Goedenavond. Dit is Bieke Krukke met een gloednieuw lifestyle-programma, waarin de nieuwste ontwikkelingen en trends bekeken. Besproken worden. Een programma waarin ik de levensstijl van u en mij... onder de loep leg. ...op een ludieke wijze benader. En als eerste onderwerp vandaag wil ik het hebben over de geboorte... beperking. Schrik kaartjes! Gaat je me nu eindelijk laten uitspreken wie zijn programma is hier eigenlijk? Bieke, ik wil u alleen maar helpen, hè. Je moet mij niet helpen. Ik zal niks meer zeggen, beloofd. Het is u geraden, hè. Dus de geboortekaartjes, zoals ik al zei.
De tijd van de gewone geboortekaartjes is voorgoed voorbij. Om erbij te horen moet uw kaartje gedurfd, creatief en... gedrukt worden. Zeg, doe het dan zelf als je het beter kunt. Piet. Meneer Boma, het is toch om mij nu, hè? Ja, ja, kom vlug, want we zijn nog in de retail. Hallo, beste luisteraars. Dit is Dimitri de Tremery, garagist en toffentist bij Radio Hallo. Hallo, met Dimitri. Voor al uw autoproblemen slechts één adres, DDT OK Cars, waar de klant koning is. Koop u een auto bij DDT, dan is iedereen tevreden. Ja. En nu wil ik het hebben in deze les over het onderhoud van de Delco. Maar eerst dit. Zeg, vrouw, van die auto krijg ik diarree. Tja, eigen schuld, man. Had je maar een auto gekocht bij DDT. Zo, beste luisteraars. Bij DDT is het fijn achter het gordijn. Maar nu de spreuk van de week. Ga naar de garage van DDT, want van één auto maakt hij er twee. Is goed, hè? En nu de Delco. Maar allee, Pieke, jij bent hoe dan ook de beste. Als jij u niet gemoeid had, ja. Ja, ik heb dat alleen maar gedaan om u te helpen. En of dat je mij geholpen hebt. En toch ga jij winnen. Ja, dat zal wel. Ja, wie anders? Allee, uw pa die heeft geen twee woorden achter elkaar gezegd. Dat was een flop. Mm. Bij Carmen was het een totaal fiasco. En een Dimitri, die weet nog geen eens aan welke kant van de microfoon hij moet spreken. Denk je echt dat ik nog een serieuze kans maak? Pieke, jij bent de enige die nog een kans maakt. Maar ik kom, ze missen we de uitspraak van de jury nog. Allee. Dank u wel. Ja. Dames en heren, aandacht. Aandacht, dames en heren. Bon, ik heb hier dus de uitslag van de televoting. De winnaar komt uit de bus. De Tremery Dimitri. Ja! Ziet je nu wel, hè? Hoe is dat nu mogelijk? Vriendjespolitiek, ja? Ik heb mijn kast niet eerlijk kunnen verdedigen, zeg. Pascal, de tournée is er al voor elk café, hè? Ja. Zijt u zeker? Straks heb je misschien weer spijt. Oh, ik kan me dat nu permitteren, hè? Mijn zaak die staat er goed voor nu met dat e-programma, hè? Ook lukken. Ja, momentje. Voorzitter, het is voor u. Hè? Voor mij? Ja. Hallo, mijn Baltas Rabobe. Ja, dag meneer Van Rooster. Hoe wilt u meer betalen voor uw reclame op de radio? Ja, maar dat is een misverstand, meneer Van Hoost. Maar natuurlijk. Ah, nee, als je... Nee, je moet niet denken dat... Nee, dat krijgt hij zeker vast. Ja, maar en jij krijgt dat ook. Je weet, op mij kunt rekenen, hè. Ja, daar. Ja, meneer Van Hoost, daar. Voilà. Gezondheid allemaal. En je weet het, kom naar de garage van DDT... Van één auto maakt hij er twee. DDT, dit is uw rekening voor uw reclamespotjes. 5.000 frank voor reet, maal 2 is 10.000 ballen, dat is het ding. Wat, hè? Ja, maar ik kan voor u toch geen uitzondering maken, hè? Wie reclame maakt, moet betalen, hè? Van Roos moet betalen, ik moet betalen, jij moet betalen, iedereen moet betalen, hè? Ik denk er niet aan, ik betaal je nog geen 100 jaar. En toch zult je betalen. Dan moet je dat programma niet hebben. En die tournée er al, die gaat ook niet door, hè? Te laat, DDT. Wij drinken allemaal mee. Nee.